En ik was juist, Jaakie. Uiteindelijk is het toen toch gebeurd. Voor ons het lang gewacht. Maar lijkt me dus maar die weg van alle vlees. Uiteindelijk. Je ziet vrouwens, die meeste vrouwens, wanneer ze trouw, dan besluiten ze, hulle zal hulle man verander. En die mans besluit, mijn vrouw moet dit nooit veranderen, ze moet net zo mooi blijven, zo prachtig blijven als wat ze is. En die een van die twee werkt niet. Dat werkt niet die uit. Nie. Want wat is een mind is dat ik kan change niet. En die vrouwens veranderen zo makkelijk. Je weet, jy sal gauw uitvind, hulle verander. En jy sal gauw uitvind, die mans wil nie verander nie. Het is wonderlijk. Daar gaat een vrouw is wat allemaal net wil lezen is wat hy is. Jacques, vandag vier ons fees oor twee oude harte en twee oude levens, wat er Godse genade niet gemaakt is. Want sal sy ek en jy het nie kon doen nie. En ek gee vandag vir hom al die eer al voor. My skat, ek sien ons huwelik met oneindige liefde. Ek sien het met passie en dankbaarheid en vergifnis. En skaterlag sessies is net ek en jy het kan doen. Even al moet ons kruis baie weer feis, ons gaan het weglag en ons gaan het vreesloos aanpak. En wijsheid, en dit is die belangrikste, ek sien vir jou en vir my met wijsheid, wat net van ons Here afkom, wat ons weet, ons kan nie dat sonder nie. Jakkie, my gebed vandag aan jou, is Spreuke 31 vers 10, wat sê, jy sal een deegsame vrou vind, in jou geval het jy nou een vrou gevind, want haar waarde is waar boek orale, die hart van haar man vertrou op haar, en hy sal nooit aan wins ontwijk wees nie, want sy sal aan hom goed doen, nooit kwaad nie, al die dae van haar leven, jy nooit jou verskrikkelijk baie lief, Jakkie. Prachtig, is dit nie wonderlik? Kijk, ek gaan ook nou maar begin, sê Bokkie, jy is lekker lekker staan hier, maar, ek weet wat moet. Bokkie, ek wil graag die seën ook van vreugde en vooruitgang oor ons uitspreek. Ek spreek ook die seën van kennis en wysheid oor ons uit, dat ons nie die pad byste raak en van Godse plan vir ons af te haal nie. Ek spreek ook die seën van familie in alle aspekte, wat in alle aspekte, die Heere dien en sy heilige naam oor alle bose en negatieve dinge sal kan triomfeer. Ek sien ook ons huwelik met onvoorwaardelike liefde, vir mekaar en familie en eerste woord allemaal ons hemelse Vader. Ek spreek dan ook laastens die seën van insig oor ons uit, sodat ons selfs op ons ou dag mekaar nog steeds met dieselfde oë sal aanskou. Ek het jou verskriklik lief, my engel. Voor God in die gemeenskap te samen toegestem het in die heilige die huweliksband en daar toe hulle trou gegee en verpand het een aan die ander en het bevestig het deur een ring te gee en die seën oor mekaar uit te spreek, verklaar ek plegtig dat hulle regtens getrouwd is en dat hulle nou man en vrou is in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Geest. En nou mag jy alweer baie dankie. Oh, yeah.
Ik heb je ook gehoord. Het is ergens als een kwaad, maar ik heb ook niet moeilijk.